Ajaxide, tof dat jullie weer kijken. Vandaag speelronde 24 heb ik net nagekeken. Thuis tegen FC Utrecht. Hebben we er vertrouwen in? Ik wel. Ik niet. Jij altijd volgens mij. Sowieso, ik moet gewoon positief blijven. Ja, dat is wel het beste hoor, om positief te blijven. Ik snap dat we positief moeten blijven. Maar als ik dat wil lezen, bijvoorbeeld van de afgelopen week. Dat ze, gewoon 3 keer in de week gewoon vrij zijn. Ja, ik vind dat er gewoon echt, dat gaat helemaal nergens over. Nou, aan de andere kant, als ze vanuit zichzelf gaan trainen, vriend. Ja, dat ook. Maar dan krijg je bijvoorbeeld een FC Utrecht op bezoek. Ja. Die Ron Jans, die weet precies hoe hij het neer moet zetten. 16 keer niet verloren. Nou, 15 keer. 15 keer. Ze zijn 15 wedstrijden ongeslagen. Hebben ze wordt vandaag 16 dan. Nee, ja. Vandaag wordt gewoon klaar. Dan is gewoon klaar. Gewoon verliezen. Zo, lekker fit. Ik vrees gewoon echt serieus voor een 1-3. 3-2. Ja, ik ben er ook nog niet heel happig op 3 punten. Tenminste, ik hoop wel 3 punten, maar zie het niet gebeuren. Ik ben er bang voor ook, dat het gewoon weer drama wordt vandaag. Ja, want we gaan er sowieso heen. We gaan Ajax aanmoedigen en ik ga vooral vandaag voor het afscheid van Simon Tahamata. Zeker. Want die verlaat ook alweer weer een icoon die onze club gaat verlaten. En daar baal ik wel van. Absoluut. Want alle goeie die gaan de deur uit en Ajax wordt steeds minder Ajax. Ja. Maar die krijgt wel een mooi afscheid, dat weet ik zeker. Maar wat positief is... die Mika Gods of God. Op de weg terug. Die is op de weg terug. Dat is positief. Gespeeld. Zeker weten. Ja. En hoe je het wint of keert, vandaag kan die niet om Ahmed Can Kaplan heen. Die moet gewoon spelen. Die moet zeker spelen vandaag. En ik hoop dat al een verschilletje gaat maken in de verdediging. Want dat is tenminste een verdediger. Het is wel... Ja, dat hebben we hard nodig. Ja, zeker. Henderson is erbij. Ja, Matthijs, ik moet echt zeggen, je hebt een mooi blitzend brilletje op. Dus, ja, snel op Langa. Snel op Langa. Lekker. Jongens, veel plezier. Yo. Van je gezicht.
En nu is het tijd voor het waarmaken van een onvervulde droom als trainer aan de slag in het buitenland bij een voetbalacademie in Duitsland. Je zult daar ongetwijfeld net zoveel impact hebben als de jeugd bij ons. Simon, heel veel succes en bedankt voor alles wat je voor Ajax hebt betekend. Ben ik eenvoudige Zuid-Brugge die, ja hoor, dus ik heb een beslissing genomen om te vertrekken vanuit de club. Ik ga weg, maar ik kom altijd terug bij mijn club hier. Heb vertrouwen in de club, alsjeblieft. John, ga nog even naar de scherm. Naar de grote scherm, waar je niet als je het aangekomen. Want we hebben voor jou nog een enorme verrassing. Het supportershome is nu een boegbeeld van jou aan het vervaardigen. Dat over enkele weken wordt onthuld in de eregalerij van de supportershome hier in de arena. Simon Damate, nogmaals dank voor alles wat je hebt gedaan voor Ajax.
wissel aan de zijde van Ajax. Het veld opgelaten door nummer 16, Sievert Matwerk. Hey! Lekker gespeeld, Sievert. En we hebben de plaats met nummer 21, Branko van der Bomen. Check, rode kaart. Ernstig gemeen spel. Ja, ja, dames en heren. Wissel aan de zijde van FC Utrecht. Het veld wordt verlaten door nummer 26, want maar nummer 17. We hebben de plaats met nummer 49, Jesse van der Haan. Nou, zitten we weer na afloop van een enerverend wedstrijdje Ajax-Utrecht. Sowieso. Ja, sowieso. Ja, wat gaan we ervan zeggen? Ik moet zeggen, redelijk goed Ajax. Dat Ajax met 2-0 wint, dat is te danken aan Utrecht. Want ik vond Utrecht echt ontiegelijk slecht. Ik kwam zwak voor de dag. Ik had heel iets anders verwacht. Ik ook, zeker. Maar Kaplan, positief. Zeker weten. En manswerk ook. Vijfmans verdediging weet ik niet. Ja, daar ben ik. Heel ja, om Ajax, maar ja, het werkte vandaag. Het werkte wel vandaag. Vandaag werkte het. Vandaag werkte het. Ja. Rens Rood. Ja. Wel of niet terecht. Ja, dat gaan we bij gaan we nog even nakijken. Ja. Verder manswerk, positief punt. Ja, zeker. Mag standaard met Henderson op het middenveld. Ja, ja, en toch ook met Taylor dan. Wel, hè? Ja. Ik denk dat Taylor ook meer tot zijn recht komt als die twee gewoon ja, op ja, het middenveld zeker. Spelen. Zeker. Meer voetbal heb je ook dan op het middenveld. Precies. Zeker. Dus van tevoren zeg ik heel eerlijk niet verwacht. Ik denk dat de meeste mensen in het stadion zaten met van nou, vandaag gaan we weer tegen puntverlies aanlopen. Nou ja, vooraf zei ik 1-3. Ja, behalve Matthijs misschien. Hallo? Ja. Wat ik al zeg. Ja, er zaten er wel veel in het stadion die allemaal dachten van dit wordt niks van. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is ook niet zo raar, hè? Als je tegen FC Utrecht speelt die 15 wedstrijden ontslagen zijn. Dus ja. Ja, totdat ze in Amsterdam komen, jongens, is het klaar. Ja. Ja, het leek wel dat ze een beetje dus ontslag hadden. De discussie Ron Jans in de toekomst trainen is ook gewoon klaar. Nou, die kan beter naar Fortuna Sittard gaan. Nou, weten we dat ook weer. Zo klaar dus. Ben benieuwd. Maar al met al, 3 punten in de tas en het geeft vertrouwen voor donderdag. Het geeft vertrouwen voor donderdag, maar dat wil niet zeggen dat je resultaat pakt. Nee. Want Aston Villa is wel toch van een heel ander kaliber. Maatje te groot, zeggen we van tevoren. Maar wie weet, het balletje blijft rond. Klopt.
En we hebben genoten van een middagje Ajax. Zeker weten. Zeker weten. Op naar donderdag. Op naar donderdag. Op naar donderdag. Tot de volgende. Later mensen. Bedankt voor het kijken. Later.